Nou, je zou kunnen zeggen dat Warmcode 3 hoofdtaken heeft. Hoofdtaak 1, en die taak ligt achter ons, is de aanleg van het systeem, waardoor warmte en CO2 kunnen worden geleverd. Taak 2 is dat als er nieuwe tuinders komen, Warmco gaat zorgen in overleg met deze tuinders dat ze worden aangesloten. En taak 3 is dat als deze bedrijven eenmaal zijn aangesloten, er toch nog geregeld moet worden dat alles goed loopt. Dit is geslaagd omdat het technisch heel innovatief is. Er is per onderdeel misschien niet heel iets nieuws bedacht, maar het geheel, de koppelingen aan elkaar, de koppelingen van het ontsluiten van warmte en CO2 hier en het brengen van die twee producten naar de glastuinbouw, dat is uniek. Nou, we hebben in Nederland iets van 3000 hectare glastuinbouw. Glastuinbouw is een hele belangrijke economische sector. Er werken ook een heleboel mensen. En wat belangrijk is voor de Nederland BV is dat er heel veel innovatie plaatsvindt binnen de glastuinbouw. Er wordt veel onderzocht, veel technieken, veel proeven, veel goede resultaten. En daar is niet alleen de glastuinbouw mee gediend, maar daar is heel Nederland mee gediend. De sector glastuinbouw in Nederland is een hele belangrijke sector. Het ministerie van Economische Zaken heeft 9 hoofdsectoren onderscheiden. En de sector glastuinbouw is er daar één van. Maar ook vanuit de andere 8 sectoren worden crossovers bedacht richting glastuinbouw. Glastuinbouw is dus voor Nederland een uitermate belangrijk iets. Zowel op het gebied van onderzoek, als op het gebied van de lijn naar het onderwijs, als op het gebied van innovatie. Glastuinbouwgebied Terneuzen is één van de 10 gebieden in Nederland. En samen met de 8 andere gebieden, ja, pleit ik ervoor dat we deze sector een warm hart blijven toedragen. Ook in Nederland beschikken wij over een heleboel restwarmte. De kunst is om deze restwarmte te gebruiken voor goede doelen. Voor stadsverwarming, voor woningbouw, voor glastuinbouw, noem maar op. Techniek speelt een belangrijke rol. Regelgeving speelt een belangrijke rol, maar het belangrijkste in mijn ogen is samenwerking. Samenwerking is een must, van producent tot consument en voor alles wat daartussen zit.